Pronto Wonen. Lekker snel genieten van uw nieuwe meubelen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Ik denk dat we heel behoorlijk aan het voetballen waren. En als je dan tweede helft het weggeeft, weet ik niet. Maar die goal tegenkrijgt en zelf niet meer in staat bent om die 1-2 te maken, dan sta je gewoon met een heel teleurstellend gevoel. Ja. Wat was dan het verschil tussen die eerste en die tweede helft? Ja, vind ik lastig. Ik vond ons sowieso slordiger. We begonnen vaak de opbouw aan de rechterkant, maar we waren de bal denk ik iets te snel kwijt. Hè? Wat we voor de rust heel goed deden, beginnen op rechts, eindigen op links of beginnen op links, eindigen op rechts. Die rust hadden we niet meer in ons spel. En ja, dan gaat het heen en weer, zeg maar. En dat kunnen wij wel, want we zijn heel, heel degelijk achterin. Alleen dan is het één moment wat ons dan toch de das om doet. En wat was jouw rol? Hoe zat jij in de wedstrijd? Met welk gevoel? Ik denk voor mezelf, voor mijn gevoel, een aardig pot gespeeld. Ik heb de vrijheid om heel veel over het veld te zwerven. Dat heb ik eerst zelf ook gedaan. Ik denk, gewoon goed bal vast. Je wil dan wat meer momenten nog in de 16 komen. Hè, in de eindfase ook bij voorzetten vanaf rechts. Dat ik dan positie op de 16 heb. En ja, ik denk dat daar wel een beetje aan schort vandaag. Hè, dat we heel veel aan de rechterkant door zijn gekomen. Dat we goed gecombineerd hebben. Alleen dat dan de bezetting niet goed is. Ja, dat is ook een plek die ik dan in moet nemen. Zeg maar. Dus in dat opzicht moet ik dan misschien nog meer van mezelf vragen. Zeg maar ik heb gewoon alles geschreven wat erin zat. En geprobeerd om dat zo goed mogelijk in te vullen. Nu gaat Cambuur over je heen op doelsaldo en ook naar Breda. In de slotfase, wat zegt jou dat? Nou ja, dat het voor de periode nu volgens mij vrij lastig wordt. Maar dat hebben we niet in eigen hand. Terwijl je denk een heel behoorlijke eerste periode speelt. Maar goed, u weet dat er bovenin wat ploegen zijn die hun wedstrijden, Cambuur zag ik ook 0-4, hun wedstrijden redelijk makkelijk winnen. NAC heeft het vaak in de slotfase gedaan. Daar heb je mee te doen. Ik denk dat wij op dit moment moeten kijken naar ons spel. En ook de dingen die goed gaan, want je staat hier wel met een teleurstellend gevoel, maar er zijn vandaag ook heel veel dingen wel goed gegaan, denk ik. Hoe ga je ervoor zorgen dat je tegen Almere City wel de volop uitpakt? Nou ja, zoals we dat in de eerste helft deden en ook zoals we dat vorige week tegen FC Eindhoven deden. Alleen dan voor de goal, dat laatste stukje in die 16, dat moet, daar moeten we naar kijken, want dat moet beter. Want als je zo vaak met goed combinatiespel of rechts of links doorheen komt, dan moet je daar meer 100% kans uit creëren, denk ik.